Global Entrepreneurship Netwerk organiseert een wereldkampioenschap pitchen. En vanavond zijn hier de finales voor België. We hebben hier heel wat ondernemers bij elkaar die hun verhaal zullen brengen. En ik heb het geluk om als juryvoorzitter, samen uiteraard met een aantal andere juryleden, te beslissen wie we namens België naar het wereldkampioenschap zullen sturen. Een wedstrijd zoals EWC is belangrijk in het ecosysteem van start-ups, scale-ups in België om twee redenen. Eén, men kan leren van elkaar door te pitchen en elkaar te stimuleren op die manier. En anderzijds, op die manier gaat men ook zijn eigen verhaal naar buiten brengen en kunnen we ze in de picture plaatsen. Et donc c'est la première année que l'Union Wallonne des Entreprises se joint de manière active au projet et c'est une occasion fantastique de mettre en avant nos pépites, nos nouvelles entreprises, notre jeunesse qui ont plein de projets à présenter au public aujourd'hui. VOCA vindt het super belangrijk om ondernemers te begeleiden in de verschillende fases van de bedrijfsvoering. Het is heel belangrijk om ze te versterken op vlak van kennis, maar ook mentaal te steunen, want ondernemen is natuurlijk hell of a road, is niet altijd roze geur en maneschijn. En de winnaar is Mappalink. Ik ben heel blij en heel fier eigenlijk. Het waren een heel stevige competitie, heel leuke andere pitches gedaan, veel inspiratie opgedaan en ja, het nodigt wel uit om met onze pitch verder te gaan. En de winnaar is Contour Lab. Het is super om dit te winnen binnen de stage. Het is ook niet makkelijk als ondernemer om eruit te springen, zeker niet als female founder, dus ik ben super trots. De winnaar van het ticket van de Global Competition is Manuel.to. Ze hadden een heel goed verhaal. Hè. En het verhaal was echt goed opgebouwd ook op basis van een duidelijke probleemstelling en daar hun oplossing naast gezet. En we zien ook heel erg veel potentieel in het verhaal zelf dat hij gebracht heeft. Ik ben heel blij van Manuel.to te mogen vertegenwoordigen op het wereldwijd podium en hopelijk in Riaad binnenkort. Ik zou hier vandaag niet staan zonder de hulp van VOCA, zonder de hulp van alle andere organisaties die ondernemers zoals mij gemaakt hebben tot wie dat ze zijn. Dus dank je wel allemaal.